Robert. Het is mijn keer. Robert, de vinoloog schenkt... Wat schenk je? Ik schenk een wijn die is eigenlijk voorbij het hoofdgerecht. Het is een heerlijke Toscaanse wijn. Toscaanse witte wijn. Weet je wat? Je kijkt zo blij. Ja, maar... Er nog een klein beetje bij. Kun je even goed proeven. En daar worden we gelukkig van. Daar word je heel erg blij van. Ja. Ja. Mooie droge wijn. Lekker fris. Heerlijk. En ik heb er wat lekkers bij. Kijk eens. Het zijn tosties. Het zijn tosties en niet zomaar tosties. Mm-hmm. Het zijn de winnende tosties. Ja, voordat je verder gaat. Irene, ik heb gehoord dat we meer dan 150 aanmeldingen kregen voor recepten van nieuwe tosties. Hoeveel hebben we er precies gehad? 151. Dat is heel knap. En hoe luidt het juryrapport voor de winnaar? Sorry. Het was een hele leuke grap. Ik vond repetities. Hem enig. Maar dat valt even niet. Nou, de hele tosties met ham, salami, kaas en met pesto en tomaten, mozzarella, allemaal lekker, lekker, lekker. Maar de jury was op zoek naar de tosti met de culinaire X-factor. En die is... Doodstil. En die is... Is dit hem? Vonden. Nee, dit is hem niet. Ja. Oh, heerlijk. En die is gevonden. Het is verrassend en snel. En hij is gemaakt door, dames en heren, ze is aanwezig uit Purmerend, Sonja Welf! Gefeliciteerd. De jury omschrijft de tosti als een echte tosti door het knapperige witbrood. De verrassende toevoeging van de pindakaas die als hij warm wordt smelt op je tong met een tikkie sambal. Oh. De tosti is nu al een klassieker. Bij de redactie wordt hij al elke dag gegeten bij Life & Cooking. Hij is vanaf vandaag ook terug te vinden op de site. Dat is natuurlijk een ontzettende eer. Ben je blij, Sonja? Ik ben hartstikke blij. Hoe vaak maak je dit soort tosti's thuis? Iets te vaak, zoals je ziet. Ah. Hij is erg lekker. Is Sonja niet bekend? Sonja is bekend. Oh, ben ik bekend? Nou, nee, ja, nee. Jij bent toch die Sonja? Ja, misschien als je even op haar inzoomt dat je dan de link legt. Weet jij ook alweer? Ja, dat is zo geestig, want dan komen ze... Zij kwamen toen net binnen en zij zijn van Wielklem & Co. Als de mensen thuis aan het kijken zijn... Ja! Van dat programma. Dat is gestopt toch, of is het nog steeds? Ja, nee, dat is gestopt. We werken er ook niet meer, gelukkig. Worden jullie er nog vaak op aangesproken? Nou, af en toe. Ja? Ja, af en toe. Leuk, maar gelukkig wel positieve reacties, hoor. Doen jullie het nog steeds? Nee, nee, nee. Wat doen jullie dan? Wij werken nu bij de milieupolitie. Oh. Ja. Ook een leuk programma. Ja? Ja, is ook leuk. Nou, hebben we heel lang moeten nadenken. Ja, wat zullen we jou nou geven voor een prijs? Nou. En dat was een... Een gebruikt tosti-apparaat. Nee, een tosti-apparaat. Dat zou te makkelijk dat zijn. Dat zou te makkelijk zijn. En daarom hebben we voor jou een tosti-apparaat. Maar ook zoveel eer... Zoveel eer, dat is echt. Dat is natuurlijk ook mooi om te winnen. Alles is terug te vinden op www.liveandcooking.nl. Ook de tosti's die het net niet haalden. Ja, het menu. Ja, ik heb vandaag een menu gemaakt. En dat heb ik helemaal. Ik heb mezelf laten inspireren door brood. Want brood is natuurlijk ontzettend veelzijdig iets. Je kan er soepen mee maken, salades, je kan het toasten, crostinis. Alles kun je ermee doen. Ja. Dus we beginnen met een zelfgemaakt brood. Dat is een lekker tomatenbrood. Daarna gaan we naar een Italiaanse broodsalade uit Toscane. Vandaar de Toscaanse witte wijn. En als panzanella toetje... heet dat? Ja, panzanella. En daarna heb ik een heerlijke bread and butter pudding uit Engeland. Een heerlijk toetje wat smelt op je tong en lekker zoet is. Oh, nou dan ga jij bent van de toetjes, hè? Dus jij gaat die lekker broodpudding maken.